Ik weet niet of alles helemaal goed erop is gekomen. Maar ja, de ufo's dus, hè? Ja. Maar ik was mijn hele leven eigenlijk al geïnteresseerd in ufo's. Ik keek filmpjes op YouTube. En altijd wat je hebt als je het van anderen ziet, het kan fake zijn. Het kan echt zijn, maar nooit eigenlijk zeker weten hoe en wat. Ja. Nou ja, omdat ik op een bepaald moment ook weer aan het verhaal van Boeddha moest denken. Hè. Daar heb ik heel veel dingen gelezen, hè, de parel van het bewustzijn, waarvan ik het gevoel had dat ik die jarenlang had. En op een bepaald moment toch een beetje kwijtraakte, kwam eigenlijk het hele verhaal van de interesse voor ufo's weer terug. Hm. Nou, nu is dat eigenlijk ook een beetje door jou aangezwengeld. Je hebt op een moment tig video's gestuurd. Ja, dat kwam bij mij uit de periode, omdat ik dus in een paar maanden tijd gewoon twee of drie hele duidelijke, hoe noem je dat, sightings meemaakte. Ja. Het was even wat weer. Ja, maar goed, vorig jaar, half augustus in 2012, mocht ik zelf meemaken op een feest dat ik s'avonds op een terras stond en met 15 mensen die allemaal al ervaring hadden met ufo's. Ja. En elkaar daar ook onder andere opzochten en s'avonds inderdaad ook echt een ufo op zag. Ja. Iets wat ik niet kon verklaren, er ging ook van alles door me heen. Van, is dit een vliegtuig, is dit een fakkel, is dit een satelliet? Nou, het was te laag voor een satelliet, dat weet ik wel zeker. Ja. En het was gewoon een helder geel-oranje bol die zonder geluid te maken in een rechte lijn tegen de wind in. Ja. Over Soesteen vloog. Ik zat toen bij Nibiru bij een onderfeest van Elias, de presentator van Nibiru. En ik dacht van, dit is... Ja, je hoort vaker, dat als je het ziet, dan is het ook meteen duidelijk. Ja, ja. Ik heb midden in de nacht mijn vriendin nog opgebeld van, Roos, ik heb nu echt een ufo gezien, ik weet het zeker. En, dan belde je mij ook. Ja. Maar goed, er wordt nogal lacherig over gedaan, dus ik ben op een bepaald moment met een blog begonnen vandaag eigenlijk over aliens en ufo's. Nou, dan krijg je bijvoorbeeld hier, ik vind het ook heel interessant om de geschiedenis te kijken. Mm-hmm. En dan zie je hier bijvoorbeeld in de schilderij uit 1400, dat de heilige maagd Maria wordt afgebeeld en geschilderd. En dat hier een vreemd object erin geschilderd is. Deze schilder, Greco, die heeft allerlei dingen geschilderd, maar nog nooit zoiets in een schilderij verpakt. Ja. En dan zie je hier een man staan met een hond en die kijken naar de ufo. Dit is dan zeg maar die uitsnede. Ja. Nou, zo zijn er allerlei afbeeldingen te vinden op internet. Maar die ufo's elke keer terugkomen, dit is uit de middeleeuwen, hier met de achtergrond zie je een ufo. Hier ook weer, wordt dezelfde ufo weer geschilderd. Ja. En dat zijn lang niet alle schilders hebben dat gedaan, dus ja, je kunt je afvragen waarom doen ze dat ineens bij een bepaald iets wel. Dit is van Vermeer, dat meisje, mm-hmm. En dan wordt er buiten wordt een ufo die een straal op haar richt. Geschilderd. Nou, dit zijn ook middeleeuwse schilderijen. Een mannetje in een soort van bol van licht. Ja. Nou, dan kun je gewoon weer teruggaan. In de Indiase mythologie heb je de Vimanas. In de Mahabharata wordt dat zelfs beschreven. Dat de oorlogen, dat de sultan werd geholpen door mensen in de Vimanas. Een soort vliegende driehoeken. Ja, ja. Waar lansen van vuur uitkwamen. Nou, ja. Als je dat zou vertalen, kun je dat vertalen naar bijvoorbeeld lasers die wij tegenwoordig gebruiken. Ja. En blijkt zelfs in hele oude teksten van 2000 jaar geleden in het Sanskriet vinden ze die verhalen dus ook weer terug. Van, ja. Nu kun je natuurlijk denken, dat is een massa-psychose. Maar ja goed, ik zag een week geleden deze boekpresentatie van Koen Vermeer. Mm-hmm. Dokter ingenieur Koen Vermeer, hoogleraar bij de TU Delft, ruimtevaart en space engineer. En die bepaalde met meneer Mitchell, de zesde astronaut die op de maan stond, interviewt. Die
dan ook in het interview verteld dat door NASA, ze mochten geen uitspraken doen, ze hadden een non-disclosure agreement. Die nu 70 jaar over de 70 is en gewoon vertelt van ja, we hebben dingen gezien waar we geen verklaring voor hebben. Daar mochten we niks over zeggen, want dat werd door de persvoorlichter van NASA gedaan. Ja. Of er werd zelfs, als we materiaal hadden, veel materiaal, dat werd in beslag genomen door de CIA. Dat mocht niet aan het publiek laten zien. En hij heeft het, in dit interview vertelt hij ook over het Roswell-incident. Ja. Nou ja, hier, dit is dat verhaal dus van die Michio Kaku over die drie verschillende soorten beschaving. Nou, hier zie je ook Edgar Mitchell on UFO's at press conference. Ja. En er zijn tig filmpjes op internet te vinden. Hè. Deze is ook interessant, van Dr. Greer. Mm-hmm. Ja, ze hebben in de Atahaka woestijn hebben ze dus een artefact gevonden. Dat is dit wezentje van pak een beet 15, 16 centimeter. Ze hebben de leeftijd nu op 6, 7 jaar oud geschat, toen is hij doodgegaan. Ja. Gigantische vergeleken, zeker met ons herseninhoud. En ze hebben allerlei wetenschappers erbij gehaald om eigenlijk om te laten bewijzen dat het of nep is. Ja. Gewoon onafhankelijke mensen, en die zitten nu ook van ja, dit hebben we nog nooit eerder gezien. Ja. En ja, het lijkt op mensen, maar wij hebben 13, 14 ribben, soms afwijkingen erin. Mm. En deze die heeft er 10. En die afwijkingen hebben ze nog nooit gezien. Plus dat er allerlei andere eigenaardigheden in het skelet zijn. Ja. Nou, op deze manier weer, die is eerst belachelijk gemaakt. Op een bepaald moment ging zijn vrouw ook nog dood. En ja, hij heeft allerlei wetenschappers wereldwijd. Toch tot uitspraken weten te krijgen. En misschien ook wel juist door dat internet, dat men weet dat die informatie verspreid wordt en mensen ook echt nieuwsgierig zijn nu of dat wel of niet zo is. Ja. Nou, dan heb je deze meneer, de Drake Equation, de Drake vergelijking. Dat is een wetenschapper die heeft op een bepaald moment die vergelijking geschreven. Zo van, kijk, die kun je op internet gewoon vinden, dan moet je een Drake Equation opzoeken. Met zoveel mogelijke sterren, met zoveel planeten, met die aan alle voorwaarden voldoen, hè, die wij tot nu toe kennen waaronder leven mogelijk is. En dat is echt een heel breed palet. Hè, want we kennen het hier in de oceaan ook van op 10 kilometer diepte waar zo'n vulkaan zeg maar zo'n pipe vormt. Dat daar ineens bacteriën voorkomen en krabbetjes en visjes. Die daar leven, maar in temperaturen die veel hoger zijn, zelfs in een omgeving die ronduit giftig is te noemen. Ja. Nou, dit vond ik zelf heel interessant. Dat is vorig jaar, of 2011 is dat gefilmd, in Londen. Ja. Jongen die heeft net een mobiel gekocht, wil ze even een mobieltje uitproberen, zit een goede camera op, met high definition. En ziet mensen op straat staan die allemaal naar boven kijken, want ze zien iets eigenaardigs. Ja. En dan zie je ineens drie UFO's gewoon door de lucht vliegen. En dit keer ook goed materiaal. Ja, dus binnen de lichtmakers is er ook ruimte om dus open over dit soort onderwerpen te kunnen praten. Ja. Iedereen is welkom. Je wordt er niet op afgewezen. Ik bedoel, dat heb ik sowieso nooit gehad hoor. Maar ik weet dat mensen wel heel extreem, zelfs bang zijn als ze een carrière hebben. Ja. En een uitspraak doen dat UFO's aanwezig zouden zijn of dat ze ervan overtuigd zijn dat ze er zijn, dan kun je in de wetenschappelijke wereld vaak je carrière wel vergeten. Ja. En dit vond ik ook heel interessant, dat wil ik wel even laten zien. Dit is van de VPRO. Die heeft een serie gehad. Hè? En die vroeg Nederland van boven heette die serie. Oh ja, deze ken ik. Ja. Ja, en toen vlogen ze boven de Wadden. Ja. Hop. En toen zagen ze in één keer dit dus met een gigantische snelheid voorbij komen. Ja, de VPRO is ook voorzichtig. Is dit een vogel? Is het geen vogel? Ja. En daarna met 6 keer zoom. Maar de snelheid van dat ding, als je kijkt zo'n overzicht uit zo'n helikopter, dan kun je wel schatten dat dat ding in 5, 6 seconden iets van 4, 5, 6 kilometer Ja, dat is eigenlijk afleveren. Ja.
Nou, ze hebben het er neergezet van, kan iemand ons vertellen wat dat is? We doen hier geen uitspraak over. Ja. Maar het is toch wel opmerkelijk. Ik vind het ook leuk dat tv tegenwoordig toch wel dat soort dingen, of mensen dat opnemen en gewoon overal posten zo van, hé, we hebben iets eigenaars gezien. Ja, het wordt weer meer. In 2012 was het recordjaar qua meldingen vanuit de hele wereld. En in 2013 gaat het nog veel harder. Ja, nou ja, goed. Dit soort dingen. Hè, de graancirkels. Er zijn graancirkels waar wetenschappers echt van overtuigd zijn. Die hebben een speciale elektromagnetische lading. De insecten die allemaal verkleefd aan de aarde zitten. En dat is zo perfect op die dingen. Nou, ik heb nou laatst juist, ik weet niet of ze het hier al doorgestuurd hebben, maar ik heb filmpjes gevonden waarin je ziet dat ze gemaakt worden. Ja. Nou, dat is te gek. Ja, ik heb daar ook een nepfilmpje. Kijk, en dat is het grote probleem. Ja, je moet kunnen onderscheiden, hè? Dat is het moeilijke. Ja, want ik vandaag toevallig zag ik ook een filmpje. En dat was ook het verhaal van een UFO. En dat was met After Effects gedaan. Ja. En die is een paar bollen vliegen. En dan hadden ze gewoon een foto. En dan plof, zag je in één keer zo'n schaarzeker verschijnen. Ja. Maar diegene had het er zelf ook onder gezet. Zo van, ja, kijk, dit is nou... Ja, die ken ik volgens mij ook. Dat het zo erg lijkt. Ja. Maar het mooie van die filmpjes die ik had gezien was heel rechts was, volgens mij op Before It's News. De mensen die het gefilmd hebben, die gaan er ook later heen. Ja. Dus je ziet het gewoon. Ja. En dan gaan ze zo inzoomen dat je zulke complexe knopen vindt. Ze vinden zulke complexe knopen. Hoe noem je dat? Zo'n riet. Ik snap het bedoel. Ja. Schoof. Ja. Ja. En paden onderdoor en alles is geconnect met elkaar en ja. Ja, nou kijk, gelukkig zijn er nu ook mensen uit de wetenschap, hè? Ten eerste, men wil weten of het werkelijk zo is, dus er zijn genoeg, die willen ten eerste bewijzen dat het gewoon nep is. Ja. Maar, zijn er, zeg maar, laten we zeggen, van de 100 graancirkels die er zijn, is misschien 1% echt. En er zijn ook teams geweest die gewoon s'nachts gewoon zo'n graancirkel hebben gemaakt. Ja. Er zijn er een paar waar ze inderdaad geen verklaring voor hebben. Ja. Dat staat ook bij mijn tv-station hier. Dat is wel leuk, die heb ik hier nog niet bij staan. Maar dit is de Paul Hellyer. Die is 30 jaar lang zeg maar, in Canada minister van Defensie geweest. Ja, ja. En die... hier de Honorable Paul Hellyer. Ja. Nou, die heeft onder verschillende regeringen in Canada gewerkt. Als minister van Defensie kreeg je ook allerlei geheime documenten onder ogen. Waarin hij in een persconferentie, die heeft hij net pak een beetje anderhalve week geleden teruggegeven. Zei van nou, er worden vier soorten aliens echt met name genoemd. Ja. Die zijn hier al op aarde. Er zijn, wat ik ook in de documenten heb gelezen, is dat we nu 20 soorten kennen. Okay. Dit wordt allemaal door Amerika in de doofpot gestopt. Als minister mocht ik daar ook niet over praten. Maar ja, hij is nu gepensioneerd en hij heeft zoiets van, ik vind gewoon eigenlijk, we hebben leven nu de tijd van disclosure en het moet transparant worden voor mensen. En allerlei pers uit de wereld erbij. Ja, ik heb de Citizens Hearing heb ik in gedeeltes gezien en dat was zeer interessant. Ja. Zo. En dat is ook echt een man, als je kijkt naar zijn staat van dienst, daar is eigenlijk niks verkeerd over te vinden. Hij zegt ook dat hij later tot inzicht is gekomen en dat hij zelf ook afdeed als volksbijgeloof. Maar langzamerhand nu zoveel bewijs onder ogen heeft gekregen dat hij... Ik zit ook met in achterhoofd waar hij nooit over mocht praten. Ja, ja. In zijn actieve carrière.